Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag weer maandag en dat betekent dat het weer tijd is voor een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag, de dag achter de 20 kilometer die een 30 kilometer had moeten zijn. Ik voel me op zich best oké. De spierpijn is in ieder geval een heel stuk minder dan de vorige keer na de halve marathon. Dus dat is goed. Blijkbaar gaat het wel beter. Mijn knieën doen wat zeer en ik zit heel erg vol in mijn neus. En ik heb gisteren echt nog de hele avond en nacht lopen niezen. En ik ben er gewoon verkouden van geworden. Dus ik weet niet wat er allemaal in de lucht heeft gehangen. Oké, de camera viel net uit. Ik had geen idee waar ik het over had. Maar ik heb inmiddels een bakje met groene derry gemaakt. Eventjes lekker weer wat vitamintjes, want gisteren was niet de allergezondste dag, zeg maar. En ja, dan gaan we vandaag proberen om gewoon zo goed mogelijk te herstellen. Of eigenlijk deze hele week gewoon goed te herstellen. Te werken. Ik ga naar Italië in het weekend, dus dat ga je ook zien. Oké, ik heb net lekker aan mijn boek gewerkt. En ik moet nu naar de praktijk. En ik werk eigenlijk nooit op maandag op de praktijk. Maar ik ga vandaag eventjes wel langs tot aan de lunch vanaf nu. Dus even een uurtje of drie, niet te lang. En dan ben ik daarna weer lekker thuis. Vanavond heb ik trouwens ook echt een super spannende afspraak. Waar ik jullie hopelijk heel snel meer over kan vertellen. Dus dit is echt zo'n stomme actie. Maar ja, het wordt wel echt vet leuk. Dus dat hoop ik vanavond aan jullie te kunnen vertellen. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag dinsdag. Ik zit lekker op de bank. En ik heb havermout. Ik heb mijn laptop. En we gaan lekker even aan de slag. En we doen het lekker in chill mode, zoals je kan zien. Ik kom net uit het zwembad. En ja, ik moet straks naar mijn werk. Dus tot die tijd ga ik gewoon heel chill aan mijn boek werken hier. Lekker op de bank. Gewoon chill. Probeer deze week gewoon lekker een beetje rustig aan te doen. En ja, dat bevalt op deze manier eigenlijk wel. Ik heb wel weinig boeiends te filmen hoor. Want ik ben alleen maar op mijn laptop bezig eigenlijk. Gisteren ook heb ik echt niks anders gedaan dan gezeten achter mijn laptop. Dus niet super boeiend. Ik had gisteravond natuurlijk wel een leuke afspraak. Maar daar kan ik jullie nog niet zo heel veel over vertellen. Maar ik beloof dat er echt iets super leuks aankomt. Ik ga dit lekker opeten. En dan zie ik jullie later wel weer. Goedemorgen allemaal, het is vandaag woensdag. Ik heb al even lekker gewerkt. Ik ben bezig met geweest met mijn boek. En ik heb een video geüpload, een extra video over eten als vegan fitty. Een etenboek switch, zeg maar. En die is heel erg leuk geworden, vind ik zelf. Dus die staat nu online. En ik heb mijn fietskleren aan, want ik ga fietsen. Het is 9 uur inmiddels. Mijn ontbijt was om 7:15, dus dat is gezakt. Dat kan ermee door. Het is niet echt super lekker weer vandaag. Vanaf morgen wordt het volgens mij lekker weer, maar nu nog niet. Het is best wel koud en het is grijs. Maar maakt niet uit. We gaan even 2 uurtjes fietsen. En dan naar het werk. Ja, dat zit eigenlijk alweer. Oh jongens, ik ben terug en het ging zwaar. Ik weet niet waarom. Eerst dacht ik dat ik wind tegen had, maar daarna draaide ik om en had ik dus geen wind tegen meer. En voelde het nog steeds zo. Dus mijn benen zijn gewoon toch nog wel moe van het weekend. Ik was ook een nieuw fietspadje ingegaan, maar daar waren ze al echt al... Vanaf eind vorig jaar waren ze dat aan het bouwen. Ik dacht, oh leuk, kan ik een nieuwe weg doen. Maar dat bleek dus gewoon een gravelpad te zijn geworden. Dat uiteindelijk in het bos was. Dus dat ging ook niet echt lekker. Maar goed, ik ben blij dat het erop zit. We hebben het wel gedaan. Ik ga douchen, eten. Eten koken voor vanavond. En dan ga ik naar mijn werk. Maar ik moet eigenlijk iets eerder vertrekken, want ik wil ook nog even langs het stembureau. Oké, mijn bak met de voeding heb ik weer bij. Het is een zoete aardappelsalade geworden vandaag. En stemmen is nu niet meer gelukt, dus dat moet ik eigenlijk vanavond na mijn werk nog eventjes doen. Ik hoop dat de stembureaus lang genoeg open zijn. Ik neem in ieder geval mijn kaarsjes mee en dan moet dat wel lukken, denk ik. Het begon net weer te regenen, dus het is toch nog niet zo lekker weer. Het is vandaag wel officieel lente, maar het lijkt erop dat het vanaf morgen wel lekkerder weer wordt. En dit weekend in Italië ziet het weer er ook echt super goed uit. Dus daar heb ik wel heel veel zin in. Ik ga nu snel weg en dan zie ik jullie vanavond wel. Allemaal, het is nog donderdag. Ik ben vrij moe. Ik weet niet of je dat nog niet kan zien. Maar het was een kort nachtje eigenlijk. Ik heb gisteravond nog best wel lang naar de stemuitslagen zitten kijken. En daarna begonnen we over Australië te praten. En toen werd het heel erg laat, zeg maar. En nu is het vroeg. Het is bijna 7:30. En ik ga naar mijn werk toe.
Ik heb een hele berg met tassen mee. Want de bedoeling is dat ik in de lunchpauze ook nog even naar het zwembad ga. En dat ik op het einde van de dag, als ik klaar ben, ook nog even krachttraining doe. En heel misschien ga ik dan vanavond ook nog naar de baan. Maar ik heb nog steeds een beetje kniepijn eigenlijk van zondag. Dus ik weet niet zo goed of ik dat ook echt ga doen. Dat moet ik nog even bedenken vandaag. Ook misschien een beetje afhankelijk van hoe de rest van de trainingen voelen. En dan zit deze dag er alweer vrij ver op, denk ik zo. Dus dit gaat mee. Fitnesskleding, eten, zwemkleding. Let's go. Oké, ik heb echt lekker gezwommen. Het was wel druk en het was ook warm. Het water was echt warm, dus dat zwemde niet heel chill. Maar ik ga nu terug vliegensvlug naar het werk. En eten, want ik heb honger. Heel veel honger. En verder heb ik eigenlijk niet zoveel te melden vandaag. Dus tot later weer. Goedemiddag allemaal. Ik ben thuis van het werk. Ik heb op het werk nog even gesport. En ik heb net even snel gegeten, want ik wil straks hardlopen. Maar ik weet niet of je het hoort. Volgens mij is er dus een uil in de kachel gevlogen. En dat is echt vet shit, want vogels zijn sowieso heel shit om in de kachel te hebben. En dan hoop je altijd maar dat ze eruit komen. Hij is nu nog niet naar beneden gekomen. Hij zit denk ik nog ergens hoog. Maar een uil is volgens mij ook wel deels beschermd, toch? Komen ze die niet ophalen ook of zoiets? Ik weet het niet. Ik hoop dat die er straks uit is. Maar anders moeten we toch, moet ik even gaan googlen. Want volgens mij komen ze uilen altijd halen om op een goede broeikast te zetten of zo. Ik weet het eigenlijk niet precies. Maar niet weer. Wat een muis. Die vond ik al zo zielig. En nou een beestje. Oké, ik ben net thuis gekomen van hardlopen. En dat betekent dat alle trainingen voor vandaag erop zitten. Bijna 10 kilometer gelopen. En mijn benen waren nog wel zwaar. Maar of dat nou kwam door de krachttraining vanmiddag. Of omdat ze nog steeds niet uitgezet zijn van zondag. Dat weet ik niet zo goed. Maar ik ben blij dat het erop zit. En dan is deze donderdag eigenlijk ook weer ten einde gekomen. Dus we gaan nu nog even lekker Temptation Island kijken. Ik ben benieuwd of jullie ook kijken. En wat jullie eigenlijk van het seizoen vinden. Laat eventjes weten. En dan daarna lekker naar bed. En dan eerst nog even douchen natuurlijk. Want ik ben een beetje vies. Hallo, hallo, hallo allemaal. Het is nog vrijdag en het is 9 uur en de weekvlog is al af. Yay, top. Goed begin van de dag. Er staat ook best veel op de planning, dus er moet ook hard doorgewerkt worden vandaag. Morgen ga ik naar Italië toe voor een wedstrijd van de meiden. En ik vertrek heel vroeg met de trein naar Schiphol en ik kom zondag gewoon pas weer laat thuis aan. Dus eigenlijk is vandaag soort van mijn enige weekenddag. Maar voor een weekenddag wil ik er weer heel veel doen natuurlijk allemaal. Dus nou ja, echt een chille weekenddag zal het niet worden. Maar de weekvlog is dus af. Verder moet ik nog even gaan fietsen. Want ja, ik kan dus ook het hele weekend eigenlijk niet trainen. En het wordt als het goed is vanmiddag lekker weer. Het is nu nog heel erg mistig, maar laten we hopen dat het lekker weer is om te fietsen. En ja, verder moet ik inpakken, reiskitjes maken. En ik moet even langs de Rabobank. Wat niet mijn Rabobank is trouwens, maar ik moet een pas voor iemand anders gaan halen. Ik moet mijn mail nog even doen, want ik heb echt 10.000 mails die zijn onbeantwoord. En most important, ik moet ook gewoon mijn boek afmaken jongens, want het schiet niet op. Ik heb echt superveel te doen. Ik heb afgelopen week best wel veel gewerkt ook. En weet je, mijn boek heeft gewoon een deadline en die moet ik wel halen. Dus ik moet wel eventjes vandaag zoveel mogelijk tijd daar ook voor vrijmaken. En dan ja, in Italië zal daar gewoon echt niks van komen, ben ik bang. Dus dan vliegt de tijd echt voorbij zonder dat er heel veel gebeurt. We gaan ervoor vandaag. Oké, het oorspronkelijke plan was om 10 uur te gaan fietsen. Daarna werd het al verschoven naar 11 uur. En inmiddels is het al bijna 11:15 en ga ik eindelijk fietsen. Want ja, het duurde allemaal gewoon langer dan de bedoeling was wat ik aan het doen was. Dus ja, helaas, nu ben ik er klaar voor. Voordeel is wel dat de mist nu helemaal weg is en dat het gewoon super lekker zonnig is. Kijk dit weer jongens, dit is echt top. En ik heb nu nog wel even beenstukken aangedaan. Maar ja, omdat het beenstukken zijn, kan ik ze eventueel uitdoen. Mocht het onderweg echt, echt, echt heel lekker worden. Ik neem een banaantje mee en dan ga ik er lekker vandoor. En dan, als ik dan straks terug ben, dan is de middag al wel half voorbij. Waarom gaat de tijd altijd zo snel jongens? Waarom gaat de tijd altijd zo snel toch? Ik ben thuis en ik ben er moe van. Ik ben echt kapot. Ik weet niet of het komt omdat ik zoveel honger heb. Het is natuurlijk al 3 uur en ik heb wel onderweg wat gegeten, maar ik heb nog niet echt geluncht. En maar mijn benen waren ook gewoon heel erg zwaar. Weet je wel, dat het voelt alsof je overal wind tegen hebt, dat een beetje. Dus ik ben echt kapot. Ik ga lekker avocado toast maken en
Dan even lekker met mijn laptop naar buiten ergens, denk ik. Want het weer is echt bizar lekker. Ik heb gewoon mijn beenstukken naar beneden gedaan. Echt al naar 10 minuten. Omdat het gewoon warm was. Dus dat is top. Super fijn dat het lekker weer is. Maar ik ben wel moe. En ik heb echt lekker zin om te eten. Oké, ik ben net thuis van de dingetjes die ik al moest doen in de stad. En mijn laptop heb ik niet meer meegenomen. Want het was al best wel laat. En zo warm is het nu ook al niet meer. Het is nog niet echt zomer dat je tot 10 uur buiten blijft zitten of zo. Maar ik ben thuis en er is deze hele grote doos binnengekomen van BBB. En ja, ik ga jullie gewoon even laten zien wat er allemaal in zit. Oh jongens, kijk hoe leuk. Het zit gewoon echt allemaal in cadeautjes. Dit is echt zo, zo leuk. Kijk nou. Oh, dit is echt zo leuk. Oké, ik ga het jullie laten zien. Oké, we gaan van start. Als eerste een pet. Ik heb dus echt geen pettenhoofd. Dit staat mij niet. Hij is ook echt trouwens heel groot voor mensen met hele grote hoofden. Maar dit zou natuurlijk best wel cool zijn om na de finish op te doen of zo. Oké, next. Oh, dit vind ik echt. Dit is echt zo leuk, mensen. Dit is gewoon allemaal ingepakt. Oké, we hebben hier een doos. Oh, dit is top. Kijk, dit is dus een mini dingetje. En daar kan je dus je spullen in doen om je bandjes te verwisselen. En een binnenbandje en een lampje. Dan kan je dit dus gewoon meenemen op je fiets. En hoef je, als je dan lek hebt, dan kan je altijd gewoon alles wisselen en zo. Ik zal hier wel een keer een video over maken eigenlijk. Over hoe je bandjes kan verwisselen en dat soort dingen. Oh, dit is wel echt vet chill. Want ik merkte vandaag met fietsen al dat het druk wordt op het fietspad. Dus een fietsbel is gewoon, ja, hoe stom het ook klinkt. Een fietsbel heb je gewoon nodig. Zeker ook op de racefiets hoor. Want ja, weet je, het is gewoon druk op de fietsbaan. En er rijden overal zoveel mensen. Oh, wauw. Oh, dit is wel heel mooi. Een lampje. Gelukkig gaat de tijd bijna verzet worden. Maar hey, het wordt ook altijd vanzelf weer donker. Dus dat is mooi. Oh, CO2 patronen en nog een binnenbandje. Oh, en een fietspomp. Kijk, wat een fancy kleurtje, jongens. Oké, dus dit eerste doosje was een soort van mechanical doosje. Wie heeft dit ook echt allemaal gedaan? Kijk hoe vet. Oh, dit is een kledingstuk. Broek, een lange broek. Oh, top. Wacht, ik ga dit meteen allemaal uitzoeken. Dan is het meteen maar netjes. Een lange broek. En ik heb lange broeken dus altijd zeg maar zonder zeem. Omdat je dan gewoon je eigen korte broek met zeem eronder aan kan doen. En dan heb je dubbele laag. Dus ook wel lekker warm. En deze ziet er ook wel, voelt ook wel echt heel lekker warm. Beetje een soort van, ja, niet vlies, maar wel dik stofje. Dus dat is chill. En dan hebben we hier nog iets. Oh, een korte broek. Ook top. Oh, dit is met zo'n zo'n gat. Die heb ik nog nooit gehad. Maar ziet er wel goed uit. Dit is een vrouwenbroek. En heeft dus ook een vrouwenzeem. Die is wel heel erg lekker dik. Lekker chill. Moet je kijken hoe dik dit is. Top. Het volgende ding is een driehoekig. Dit heeft iedereen nodig die in de winter fietst. Echt. Dit is dus een soort softshell-achtig jackie. Waardoor je gewoon tegen de wind in kan. En tegen de, nou ja, niet stromende regen, maar wel gewoon tegen de redelijk wat regen. En het is gewoon ook nog eens vet lekker warm. En ja, als je hier nu in de zomer in gaat fietsen, zweet je helemaal op. Maar dit is wel echt super chill. Oh, hij heeft wel een ademvak ook trouwens aan de achterkant. En dit is iets nieuws, want dit is nu een vrouwenmaat. En ze hadden dit geloof ik eerst alleen in een mannenmaat. Maar nu dus ook een vrouwen. En dat is wel chill, want dan is die iets minder groot. Het is wel maat M trouwens. Ik weet niet of dat heel groot is voor mij, maar dat moeten we eventjes gaan bekijken. Het volgende pakketje. Dit zijn shirtjes met korte mouw. En die zijn uit de nieuwe collectie van 2019. Dus ik hoop eigenlijk dat ik ze allemaal mag laten zien. Maar we gaan er even vanuit van wel. En dit is toch te vet, jongens. Dit is een zwarte met flamingo's. Hoe cool is dat? Dus zwart met flamingo. Ik vind dit echt heel, heel cool. Het is wel een lekker materiaaltje ook. Ik weet niet of dit mij staat. Nou, we doen maar gewoon eventjes alsof. Maar ja, super nice. En dan met de zwarte broek eronder kan het echt super goed. En dan hebben we ook nog een lichtblauwe. En ik dacht eigenlijk dat lichtblauw is altijd wel een beetje mijn kleur. Dus ik dacht, dat is wel chill. Het is wel een heftige kleur blauw, moet ik zeggen hoor. Maar in de zon is dit denk ik wel heel mooi. En hij is hier, hij lijkt ook wel mooi te vallen. Met dit is wat smaller en wat langer en korter aan de achterkant. Er zit ook een mooie band aan, zodat het gewoon naar beneden blijft.
En 3 vakjes natuurlijk. Dit vind ik dus heel chill. Het is niet zo'n hoog kraagje, want ik heb dus heel snel een hele witte nek van het fietsen. Omdat je dan dus altijd je shirtje tot hoger. Dus dit wordt bruin, maar dit niet. En dat ziet er niet uit. En dat is bij dit niet. Dus dat is wel top. Een klein schattig pakketje. Oh, dit is een bril. Oké, dit is lastig. Ik heb dus echt geen brillenhoofd. En brillen staan me eigenlijk helemaal niet. Maar ik vind zonder bril fietsen ook niet fijn. Dus ik heb altijd wel een bril op. Ook al ziet het dus eigenlijk niet uit. En ja, dit is dus een nieuwe bril. En ik hoop dat deze me dan wel een beetje staat. Maar, oh, top. Met een geel glas en een doorzichtig glas. Doorzichtig glas heb ik bijna altijd op in de winter. Want ook dan heb ik gewoon een bril op. Ik heb lenzen en er waait zo snel iets in je oog. En dan is dat super vervelend met je lenzen. Oh, kijk hoe mooi die is, jongens. Hij is wel echt vet mooi, hoor. Oké, moeten we... Ja, oké. Let op, hè. Ik heb dus een soort aardappelneus. En dat zie je, vind ik, over het algemeen zo niet echt. Nou ja, ik heb gewoon niet zo... Ik vind mijn neus echt het lelijkst wat ik heb, zeg maar. En met brillen vind ik altijd dat je dat super goed ziet. Als ik een gewone nieuwe bril moet bij de opticien, dan sta ik ook altijd 3 uur in de winkel. Tot ik een nieuwe bril heb uitgezocht. En het kan ook zijn dat ik zeg, oké, vandaag zie ik geen bril die mij staat. Ik kom een andere keer wel terug. Dus ik ben heel moeilijk met brillen. En ik vind deze, ja, het is natuurlijk een beetje raar met mijn haar ook. Ik moet natuurlijk gewoon met een helm. Ik vind dit nog niet eens zo heel verkeerd eigenlijk. Nee, op zich durf ik hier wel mee rond te rijden. Oké, dit is een mooie. En ik weet al wat hierin zit. Dit is namelijk mijn nieuwe tijdrithelm, denk ik. Ja, zeker. Ik had vorig jaar een kaskhelm gekocht. En die was op zich best wel fijn. Maar net te groot eigenlijk. Als ik hem zo alles straks doe en ik deed zo met mijn hoofd. Dan kon je zo kloep, kloep, kloep. Dus dat ging niet helemaal top. En nu heb ik dus een nieuwe die mij wel past. En die zwart is. En dat vind ik wel heel heftig. Want ik heb altijd alles dus in het wit. Helmen, brillen. Dit is dus ook de eerste keer dat ik een gekleurde bril heb genomen. Geen idee. En ja, dit is dus best wel spannend. Maar aan de andere kant denk ik, ja, weet je, ik heb een zwart met rood triathlonpakje wat ik... Oh, die hebben jullie ook nog niet, dat weten jullie ook nog niet. Maar ik krijg een zwart met rood triathlonpakje voor dit seizoen. Oké, dit is hem dus. Hij is een zwart, mat zwart. Super mooi en heel eenvoudig. En dat vind ik juist dus heel mooi. Met een korte punt. Want ja, een lange punt, dat willen we eigenlijk niet meer. En ik heb deze dus al in de winkel gepast. En het viel mij op dat de touwtjes, zeg maar... Ook bij de gewone helm. Dat die heel anders voelde dan wat ik gewend was eigenlijk van helmen. En dat het juist wel heel fijn en stevig voelde ofzo. Oké, nou, let's be honest. Dit ziet er natuurlijk nooit goed uit bij iemand. Het is net alsof ik scooter ga rijden, mensen. Maar dat ga ik natuurlijk niet. Zit hier nou... Oh, wacht even hoor, want hier zit nog plastic op. Ook trouwens heel slecht, hè. Die kask, die is gewoon vorig jaar dat ik in Ibiza in de regen heb gereden, is die zijn laagje gaan verliezen op de bril. Dus die is helemaal... Eigenlijk alsof je zeg maar nog zo'n plasticje erop hebt, wat je er dan afhaalt. Zo voelde het. Alleen was het niet echt het plastic, het was gewoon het bovenste laagje van de bril. Dus dat was echt super slecht. Hoe moet dit? Oh, kijk. Ik moet wel even goed gaan opletten. Hier zitten magneetjes bij, denk ik. Zijn dit magneetjes? Manual. Ooit een helm gezien met een manual? Oh ja, kijk. Zie je, hier zitten nu van die dingetjes in. En die moet ik er dan natuurlijk afhalen. Oké, nee, dit moet ik even toch echt in de manual gaan lezen. Maar deze komt er in ieder geval netjes tegenaan. En dan is die wel best wel sick, vind ik eigenlijk. Oké. Netjes terug erin. En dan, last but not least, mijn gewone helm. Want ja, die moet ik natuurlijk ook gewoon op. Als ik in peloton fiets, dan ga ik niet meer een tijdrithelm. En trainen doe ik eigenlijk ook nooit meer een tijdrithelm. Waarom zou je dat doen eigenlijk? Dat dan. Die heb ik wel gewoon in witte gedaan. Gewoon voor de zekerheid, als het ware. Oh, ik schrok eventjes. Ik dacht even dat hij dicht was, maar er zit gewoon een soort windregenkapje op. Wat je erop kan doen als het koud is, maar dat gaan we nu niet doen. Kijk! Oké, deze is, je zal misschien denken, die lijkt echt superveel op je oude helm. Klopt misschien ook wel, maar ja, ik vind dat gewoon een hele fijne en mooie helm. En wat bij deze wel heel chill is, is dat het schuim zeg maar helemaal doorloopt. Dus vaak stoppen bij helmen hier volgens mij, net boven je oor, maar deze loopt dus echt super ver door.
Dan moet ik natuurlijk wel even kijken. En dit is hem dan. Best wel mooi. Hij is best wel niet zo groot op je hoofd of zo. Ik vind het wel mooi. Even de test. En eigenlijk het belangrijkste, op de foto's zal je me voornamelijk zo voorbij zien komen. Want ja, dat vind ik gewoon mooier dan die lelijke bril op mijn hoofd. Of nee, niet lelijke bril, maar gewoon een bril die lelijk staat op mijn hoofd. Dus zo zal je me vaak op de foto's zien. En als je me tegenkomt en je ziet iemand die er zo uitziet, dan weet je dat ik het ben. Want ik fiets altijd wel met bril. Best nice, toch? Is het nog een beetje scheef? Top! Oké, tot zover deze unboxing. Ik moest het huis al opruimen, maar dat is nu nog groter van belang. Ik ben dit jaar dus ambassadeur van BBB en ik ga dus met hun spullen rijden. Ik ga kijken hoe dat allemaal bevalt en hoe dat allemaal voelt. En ik heb zelf al best wel veel BBB dingen hoor, dus ik ken het merk gewoon wel. Maar het is toch altijd weer leuk om even nieuwe dingen te proberen. Net als hun kleding. Oh jawel, ik heb wel een trainingsjack van zo trouwens. Maar helm heb ik dus nog niet eerder gehad, brillen ook niet. En accessoires wel ook allemaal. Die zie je ook best wel vaak voorbij komen, denk ik al. Maar ja, ik ben heel benieuwd hoe dit allemaal gaat bevallen. En dit is nu het resultaat van de unboxing. Lekker dit. Tijd om op te ruimen. Oké, lieve mensen, het is 11 uur. Ik moet echt heel snel gaan slapen, want ik ga morgenochtend super vroeg naar het vliegveld. En het duurde gewoon allemaal super lang om alles hier nog op te ruimen in dit troephuis. En om alles klaar te maken voor morgen en om tas in te pakken en zo. Maar het is gelukt en ik ben hartstikke moe nu. Dus ik ga lekker slapen. Trusten. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag zaterdag. Het is 6:30 ongeveer. En ik ben weer eens ouderwets vroeg in de stad. Ik ben op de fiets naar het station. En ik ga niet naar school zoals ik anders altijd deed. Maar ik ga naar Schiphol. Want ik ga dus naar Italië vandaag. En ja, ik heb een muts op omdat ik mijn haar net heb gewassen en het is nog nat. En make-up heb ik ook nog niet echt op, zoals je kan zien. Maar gelukkig zit ik zo meteen nog 3 kwartier in de trein. Echt bizar, hè? Breda Schiphol is gewoon met de intercity direct maar 3 kwartier. En dat is echt super kort, maar wel chill. Dan ben ik er zo. Het is ook de eerste trein die er is, want ik moet om 6:30. Oh, kijk, lichten gaan uit. De klok slaat 6:30, dus we zijn goed op tijd vandaag. En ik heb er wel zin in eigenlijk. Ik heb echt niet geslapen vannacht, want ik weet niet, ik kan dan nooit slapen en je zet je wekker dan vroeg, maar dan ben je nog steeds bizar vroeg een uur eerder wakker of zo. Dus vanavond ga ik gewoon heel vroeg naar bed. En dat is altijd wel chill, want die meiden slapen natuurlijk ook vroeg. Dus ik kan ook gewoon vroeg slapen. Oké, we zijn inmiddels aangekomen en het is hier echt super pretty. Best wel grappig, want vorig jaar zijn we dus ook bij deze wedstrijd geweest. Alleen toen heb ik helemaal geen moment doorgehad dat het hier zo mooi was. Omdat het toen zo slecht weer was. Dus het was echt alleen maar geregend. Waardoor er gewoon heel veel wolken overal hingen. Dus ik had helemaal niet gezien dat er zulke mooie bergen waren. Maar het is hier echt heel erg mooi. We zijn inmiddels ook in ons appartementje. Wat is het? Het is een appartementje. Ik slaap hier boven. En dan heb je hier beneden nog een bed en een bankje en een keukentje. Dus dat is eigenlijk wel prima. En ik denk dat ik vandaag niet meer zo heel veel ga vloggen. Want ik vind het een beetje awkward. Maar ik heb met mijn telefoon wel wat videobeelden gemaakt. Dus ik hoop dat die het goed maken. En dan vanavond staat er eigenlijk de planning dat we alles gaan klaarmaken. En morgen is de wedstrijd super vroeg. Dus we gaan denk ik ook maar gewoon zo vroeg mogelijk met z'n allen slapen. Goedemorgen allemaal, het is vandaag zondag en de start is net al geweest.
Het is 8:30, dus dat is een hele vroege start vanmorgen. Maar alles is er klaar voor. En ja, hoop op een mooie wedstrijd. Het weer is in ieder geval top, dus dat is mooi. Ja, de start is op een andere plaats dan de finish. Dus de meiden zijn nu begonnen en ik ga nu naar de finish rijden. En dan ga ik onderweg ook nog staan met bidons. Dus ja, het wordt warm al. Laten we hopen op een hele mooie dag. Oké, it's a wrap. Het zit erop. De wedstrijd is klaar en we zijn ook weer terug in het hotel. We hebben echt wel netjes gereden, moet ik zeggen. Gelukkig, nou ja, een valpartijtje, maar geen hele extreem gekke dingen. En ja, iedereen veilig aan de streep nu. En ja, het was een koproepje van 13 vrouwen. Daar zaten ze dan net niet bij. Maar ze hebben wel de rest van de wedstrijd gewoon altijd heel attent mee voorin gereden en goed gereden. En nou ja, daarna gewoon in de tweede groep de finish gehaald. Dus dat is super top. En nu gaan we inpakken, eten. En dan gaan we alweer terug naar het vliegveld eigenlijk. Dan zit het er weer op. En dan ja, kunnen we weer terug naar Nederland. Zo, toen was ik weer thuis. Het is zondagavond, het is 9:30 en ik was om 9:30 thuis, een uurtje geleden. Ik heb even nog thee gedronken en ik ben gewoon klaar om naar bed te gaan nu. Ik ben helemaal klaar mee. Ik ben echt moe en dat komt voornamelijk omdat ik 2 dagen natuurlijk heel weinig heb geslapen en om 6:30 moest opstaan beide dagen. En omdat ik overdag dan ook gewoon echt volle bak bezig ben geweest. Dus ja, het kaarsje is nu een beetje uitgebrand, zeg maar. Is dat een spreekwoord? Volgens mij wel. Dus ik ga lekker slapen. En dan morgen weer een nieuwe week. Zullen we weer gaan trainen, want dat merk ik altijd wel heel erg. Ik heb dan nu 2 dagen helemaal niks gedaan. Omdat ik dan ja, met die meiden bezig ben. En tijdens dat ik daar dan bezig ben, heb ik daar helemaal geen moeite mee. Want het is dan net alsof de wereld even niet om jou draait, zeg maar. Dus je hebt ook niet door dat je eventueel iets zou kunnen doen voor jezelf. Maar nu ben ik thuis en denk ik, oh ja, nu heb ik toch weer wel zin om aan de slag te gaan. Dus dat gaan we van de week gewoon weer lekker doen. En ja, op zich was dit volgens mij wel een leuke week. Ik kan me nu al niet meer herinneren wat er in het begin van de week was. Omdat ik dan nu weg ben geweest. Zo raar altijd. Gewoon zeg maar voor 48 uur in Italië en weer terug. Het is zoiets geks. Ik wil jullie voor nu heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Mocht je hem leuk vinden, doe dan even een duimpje omhoog. En vergeet je ook niet te abonneren op mijn kanaal. Dat helpt me heel erg. En dan zie ik je heel graag volgende week weer bij een nieuwe weekvlog.